Deze nieuwsuitzending die gaat over nieuws. Uh, het is vandaag donderdag 20 augustus. En ik ben gestuurd op deze grafiek. Daar ben ik aangekomen via de website allecijfers.nl. Maar je komt ook op deze data uit als je via het CBS gaat kijken of als je via het RIVM gaat kijken. Dit is een gezamenlijke publicatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de grafiek die je hierboven ziet, daarin staan de sterftecijfers volgens het CBS en de RIVM coronacijfers. Nee, de coronacijfers van het RIVM en die sterftecijfers van het CBS die zijn tot en met week 31. Dat is waar het pijltje naar wijst. En de coronacijfers zijn tot en met week 34. Tot hier dus. Ja, wat moet je hier verder over zeggen? Um, die lijn die hierboven staat, die heb ik eerder besproken. Dit, komt, dit heb ik ook gezien, dit volgt direct uit de sterftecijfers van het CBS. Dit zijn alle sterftegevallen, ook verkeersongelukken en andere nare dingen. Mannen en vrouwen, binnenlanders, buitenlanders, criminelen, zeg het maar. Hele vervelende protestanten. Ja, je moet ook wat onaardigs over Nederlanders zeggen als je het hebt over buitenlanders. Nou, wat je kan zien is dat in week 20 dat de sterftegolf golf die we hadden en die begon in week 12. Dat is hier. Het 161, zie je? Dat? Dit lijntje, hier is die golf begonnen. Dit is week 12. En die golf die ging vrup, en is een in twee drie weken tijd zat hij op zijn maximum. Dat is ongeveer drie weken. Dat die dat is van ongeveer van hier. Dan kan ik gewoon even aanklikken, toch? Dan Dit dan, hè? Tot en met uh, daar. Dit is dan 1, 2, 3 weken. Zie je dat? In 3 weken tijd. En dan omhoog. En dan duurt het een paar weken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 weken. Ongeveer. En dan is die weer normaal. Dat was die sterftegolf. En bij week 20 zo'n beetje was het voorbij. Begon in week 12, week 20 voorbij. Bij elkaar 8 weken. Joh. Nou, dit wist ik al. En het is opmerkelijk dat hij zo stijl is. Hè? Laat ik daar als eerste mee beginnen. Kan ik dat ergens laten zien? Dit zijn de sterftecijfers van 2020 vergeleken met die van 2018. En dan uitgedrukt in percentages van de bevolking, omdat in 2018 woonden er per procenten minder mensen in Nederland dan in 2020. De Nederlandse bevolking groeit met procenten per jaar. Daar moet je rekening mee houden. Maar als je kijkt naar de percentages, dan kijk je dus naar per definitie hetzelfde. En hier zie je dan de griepgolf van 2018 in uh, rode diamantjes. En de coronagolf die zie je in blauwe vierkantjes. En wat je hier heel opmerkelijk ziet, is dat die coronagolf die. Was op zijn hoogtepunt binnen 1, 2, 3 weken. Zie je? Zoop. En dan echt heel hoog. Qua percentage. Zie je. En kijk je dan naar de griepgolf van 2018. Die golf die kwam pas omhoog in 1, 2, 3, 4, 5, 6 weken. En kwam niet zo hoog. Dus dit was in de helft van de tijd twee keer zo hoog. Dus in de helft van de tijd ben je twee keer zo ver. Ja, dan heb je vier keer zo hard gereden met je auto. Dus De stijging in 2020 is vier keer zo snel als die stijging van die griepgolf in 2018. Dus het is wel een opmerkelijk griepgolf. Een opmerkelijke griepgolf die zo snel komt. Zo. Dat, is, dat lijkt niet op de griepgolf van 2018. Maar is veel heftiger. Kijk wat ik nog hier had. Ja, deze wilde ik hebben. Nou, ben ik met deze grafiek in de hand. Die bovenste lijn, die zwarte lijn, die staat hier aan de. In deze grafiek is dat deze kolom. Het zijn de sterftecijfers in 2020. En dan week 1, lululul, en dan week 10. Daar heb ik hier staan 3098. Dat zie je hier ook zo'n beetje. En in week 14, bijna 5000. Ja, dat klopt. Zie je dat? Dit klopt dan. Dit is met elkaar in overeenstemming. Nou staan hieronder, daar wordt het heel grappig. Daar staan de overlijdingscijfers van het CBS. Uh, ja, en dan de, dat is het RIVM. Sorry. Dat zijn de coronatoestanden? Coronadoden. Aantal overledene personen per week. En dit is dan die blauwe, dat zijn de corona-overledenen. Nou, die getallen, 161, 591, 997, 978, 99, dit hele rijtje tot en met week 20. En week 20 is dan voor mij het einde van de sterftegolf. Dat is wel voorbij. Die heb ik hier even overgenomen. Oep, Dit is dit strijdje. Dat is een mooi aangeven. Blop, 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 blop. Nou, als er in week 12, dat is deze week, daar zie je een opmerkelijke stijging. Blop, blop. En die zou ook nog doorzetten. En eh, nog doorzetten, nog doorzetten. Nou, die stijging, dat was een stijging van 566 doden. Nou, daarvan zijn er 161 overleden aan corona. Mijn vraag is, waar zijn die 405 mensen die anderen dan allemaal overleden? Dat lijkt mij een uh, legitieme vraag. En hetzelfde geldt voor de week daarna, week 13. Ja. 1443 mensen meer overleden dan het jaar daarvoor. Dat is dus kijk, week 13, dat is dit, deze lijn. Dat is dit hele stuk, van hier tot en met daar ongeveer. Dat is dit hele stuk. Dus meer dan duizend. Namelijk 1443. Ook vier. Nou, daarvan 591 coronadoden. Ja, en die 852 anderen dan. En dit patroon dat herhaalt zich tot en met week 18. En dan is het aantal coronadoden. Meer dan dat we nu uh, aan stijging hebben. Dus dat, dat is dan ook weer, maar dat is denk ik logisch. Het is maar een beetje waar je het laatste punt kiest voor, uh, wanneer de golf voorbij is. Maar goed, over deze min 13 en min 180, daar kan je nog eens even over gaan filosoferen wat dat is. Maar bij elkaar is dat, zeg maar, 200 of zo. Terwijl het totale verschil over deze weken, van week 19 tot en met week 26... is dat wij 9.243 meer overledenen hebben dan het jaar daarvoor. Waarvan 5.421 door corona... En dus hebben wij 3822 mensen die in korte tijd op elkaar volgend zijn overleden. en waarvan wij dus niet weten waaraan. Laten we eerlijk zijn. Er zijn 9243 mensen opmerkelijk meer overleden dan vorig jaar. Dus dat is dus echt niet normaal. En iets meer dan de helft daarvan wordt verklaard door corona. Oké. Okay. Maar die rest dan? Is er nog een andere pandemie of zo? Het is maar een vraag van mijn kant hoor. Iets voor jullie om over mee te gaan denken. Even te overleggen met je buren wat die ervan vinden. Of je familieleden op de eerstvolgende verjaardag. Dat je zegt van: Goh, die 3822 mensen, we zijn hier eigenlijk aan dood gegaan. Aan de lockdown. Ja, waar anders aan? Het kunnen geen verkeersongelukken geweest zijn. Dan maak je mij niet wijs. Maar was ze er dan wel aan dood gegaan? Doe, het is me niet nogal wat. Meer dan, even kijken. Ja, meer dan 10, 20 procent meer doden dan vorig jaar. Zomaar, uh, zomaar. Ja, ja. Dat kan toch niet? En dan kunnen mensen gaan kletsen van: Ja, maar Piggy, denk je dan ook dat HIV er iets mee te maken heeft? Nou, daar begin jij dan over. Maar dat hoor je mij niet zeggen. Ik wil weten waar die 3822 mensen aan zijn overleden. Dat lijkt mij een legitieme vraag. En jij en ik weten het antwoord: die zijn overleden aan die maatregelen. En dan zitten er onder die 5421 die overleden zijn door corona, zitten er ook nog tussen dat ze overleden zijn met corona. In die zin ze hadden niet alleen corona. En dan moet je ook nog weten dat corona ja of nee dat wordt bepaald middels een test en je hebt verschillende soorten testen. En welke test hebben ze dan afgenomen? En hoeveel foutpositieven mag je verwachten? Snappy. Ik denk dat je hiermee kan stellen dat we hier het bewijs hebben dat wij met die lockdown, met die toestemming die wij hebben gegeven voor die lockdown, daar zijn duizenden mensen aan overleden. Hoppa. Het is dus, te dus erg verwoorden. Dit is het grootste schandaal van de 21e eeuw. In die zin, het is zo nabij, het is zo duidelijk en iedereen is bang dat hij zijn mondkapje vergeet. Als ik mijn mondkapje maar bij me heb, dan komt alles goed. En dan Hugo de Jonge, die dan aan het plein publiek ook nog heeft gezegd. Ja, mondkapjes werken helemaal niet. Je moet niet denken dat je daarmee veilig bent, want ze werken helemaal niet. Ja, je mag wel in de bus, maar niet met een mondkapje dat werkt hoor, want anders is er uh, niet genoeg voor het verplegend personeel. Ik vroeg dat nog aan mijn baas. Hè? Heb jij niet een mondkapje voor ons? Toen dat verplicht werd? Toen zeiden ja, ze dus hebben de massa's. Maar zei hij, die zijn medicinaal. Die mag jij niet op. Nee, dan moeten wij dus van de schoonmaken, moeten we maar een paar euro. Terwijl we maar een tientje per uur net hebben overhouden. Moeten we toch even een mondkapje kopen? Ja, dan moet je een half uur verwerken. Als je een mooie koopt. Ik heb een hele simpele gekocht van 3 euro. Dat is toch te erg voor woorden? Laten we nou eerlijk zijn. Dit kan toch helemaal niet? En ze komen hiermee weg hoor. Die gaan ze dwars overheen. Niemand gaat die mensen verantwoordelijk stellen. Dit, we krijgen zo dadelijk problemen aan ons hoofd, en die zijn zo groot en zo direct en zo uh, overheersend uh, dat we dit er maar bij laten zitten. Net als die aanslagen van 11 september. Dat we denken van ach. Ja. Maar voor de levenden onder ons het is een mooi fenomeen. Dat je het kan zien. Er is zo'n nummer van, uh, van Michael Jackson en uh, dat luidt uh, They don't really care about us. Nou, ik denk dat je rustig tegenwoordig kan zingen We don't really care about us. We don't really care about us. Tjuk -tjuk 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 -tjuk. We don't really care about us. Tjuk -tjuk -tjuk -tjuk. We don't really care about us. Nee, precies. We geven van malen er niet om. Dit is het punt. Dat is een mooie uitspraak van die lui bovenin die dit soort fijne feestjes voor ons organiseren... zodat wij ons ergens, ergens druk over kunnen maken. Is dat ze zeggen, ja, ze, ze, ze doen gewoon mee. Wat is dan het probleem? Wij beantwoorden een vraag. Het volk wil zo graag een leider. Nou, kunnen ze die krijgen? Wat, wat voor leider wil je? Groene, blauwe, gestipte, gestreepte? Zeg het maar. Wij bieden alle soorten leiders. Wil je communisme? Dat is goed, jongen. Wil je fascisme? Nou, ik wil geen fascisme. Oh, je wil een democratie? Oh, dan krijg je dat. Allemaal regeringsvormen, nekjes gecertificeerd door de Jezuïten en het Vaticaan. Nou heb je fijne regering en die gaat dan dit soort dingen met je lopen doen. Er zijn bijna 4000 van ons overleden en we krijgen een rekening daarbovenop uh, in onze nek van uh, 5000 euro. PP. Uh, per hoofd van de bevolking momenteel. 5000 euro. Ja, ik heb geen 5000 euro momenteel. Dus, uh... ja, mijn uh, deel van uh, die schulden die zal iemand anders moeten ophoesten. Mijn dochter heeft ook geen 5000 euro, dus daar hoef je ook niet te komen Dus ja. Yeah. En daar gaan we dan. We don't really care about us. Wij zouden moeten hameren in de Tweede Kamer. Wij willen, wij willen de namen van al die mensen die overleden zijn. En we willen per sterftegeval een duidelijk dossier. Zodat we een beeld krijgen waar die 4000 plotseling overleden Nederlanders... Overleden Nederlanders. Plotseling overleden Nederlanders. Die, die 4000 man. Onbekende doodsoorzaak. ja toch? Minimaal de namen van die mensen. Misschien dat die familieleden een idee hebben hoe het gekomen is. Oh, een detective Columbo erop af. Per geval. Het enige wat je weet is dat er in week 12 iets heel bijzonders is gebeurd en toen begon er een sterftegolf. Nou, dat bijzondere in week 12, dat waren die maatregelen. En voor die tijd was er met corona hier in Nederland helemaal niks aan de hand. In week 10, dat zie je bij het CBS. In week, in week 10 helemaal niks. In week 11 hadden we 10 coronagevallen. Ja, Je kan het niet eens zien in het grafiekje. Zo weinig. Een heel dun streepje. In week 12 begon het. In week 12 begon de corona. Nou, wat is er gebeurd in week 12? Ja, toen kwam net die, uh, die sterftegolf. Ik was toen net. Uh, ja, dat virus ik, kwam dus aandenderen. En dat uh, wist dan Mark het Gelukkig net op tijd. Uh, net toen het virus binnenkwam, jongen. No, het had hij de hele boel op slot. Ha, poe, poe, poe. Ja, dat had hij de hele boel op slot. En acht, acht weken later waren er 9.243 mensen meer overleden in 2022. Dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. En van die 9.243 zijn er 5.421 onder het kopje corona weggeschreven. Er hebben nog steeds 3.822 man over, waarvan we niet weten waar ze aan overleden zijn. Maar dat moet iets geweest zijn wat gebeurd is in het begin van week 12 en dat was geen corona. Nou, dan blijft alleen maar die, uh, <coughs> die handhavingstoestanden over. Met die gebiedsafsluiting. Of uh, is er een meteoriet ingeslagen of zo in week 12? Waar niemand wat van verteld heeft, want dat was in nieuwe Pekela. Ja toch? Vond het wel een mooie. En uh, ik hou jullie op de hoogte als ik weer wat nieuws heb over de coronatoestand. Ik zal deze snel uh, omhoog doen. Bij deze beloofd, maar je hebt hem al gezien. Tot de volgende.